iedereen, leuk je weer kijken naar Al Die Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4. Lily is net uit bed, het is 7:30 ochtends en zij gaat nu eventjes lekker een ontbijtje eten. En daarna weer naar school natuurlijk. Nee, we gaan even geen tv kijken, want je moet even dooreten. Dus even die tv uit en gewoon even nu eten. Nee, we gaan ook even niet kletsen, we gaan eventjes alleen eten. Nee, Bart, laat haar even eten, want ze moet naar school. Even kijken, outfit wijzigen. Doe maar even je normale kleren aan. Oh, ze gaat al. Oh, ik dacht ze gaat in een pyjama, maar dat doet ze niet. Jongens. We zijn natuurlijk zwanger. En, Haley is zwanger. En dat betekent dat jullie natuurlijk nu een huisje mogen gaan maken voor mij. Als jullie dat willen. En ik heb al een paar mensen die hebben gereageerd van... Oh, trouwens niet, ik heb een rode broek aan en dit shirt. En dit is een joggingbroek, want ik voelde me niet zo lekker. Nog steeds niet echt, maar het gaat wel een beetje. Maar sommige mensen die hadden al een Origin ID achtergelaten. En gezegd van, bo, ik heb een huisje voor je gemaakt. Ik heb er ook al een paar gezien. Maar ik heb er nog niet echt één uitgekozen. Dus jullie kunnen nog een huisje maken... En dan in je galerie plaatsen. En het regent keihard buiten ineens. Bij mij in het echt, zeg maar. En hoe je dat moet doen. Je moet gewoon een huis bouwen. En die kan je dan opslaan. En dan kan je hem in je galerie zetten. Dus dat is dit. Ik open even de galerie. Dit is... dan moet hij wel even laden. Ah, dit is de galerie. Dit is dan mijn profiel. En dan heb je mijn bibliotheek. En daar heb je al je poppetjes die je hebt gemaakt. Of, nou, ook sommige van Maxis. Maar bijna al je poppetjes die je hebt gemaakt... En wat je dan kan doen, als je dan een poppetje hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld Katy Perry, die heb ik gemaakt. Heb je hier zo'n button. Huishouden, toevoegen aan community. Nou, nu staat er uit community verwijderen. Omdat ik hem er al in heb staan. Wacht, ik pak even deze. Er staat er huishouden delen met de galerie. Staat er dus. Daar moet je op klikken en dan kan ik hem vinden. En dan moet je even in de reacties onder deze video of op Twitter je Origin ID achterlaten. Let daarbij op dat hoofdletters belangrijk zijn. Dus als jouw Origin ID met een hoofdletter in je naam is, typ het even met hoofdletters, want anders kan ik het niet vinden. Dus dan kan ik dat zoeken. En zo kan je dat trouwens ook met huizen doen. Bijvoorbeeld, ik woon nu in dit huis van Justin Fijkens is die. En ik zoek dus de eisen van het huis. Dat zijn 3 slaapkamers. Woonkamer, keuken, badkamer. 2 badkamers zal wel handig zijn. En voor de rest, ja, niet, hoeft niet echt iets, maar iets anders, nog een chillkamer of zo, of iets van een leuke tuin. Dat zal wel leuk zijn. Dus leef je uit en doe wat je wil, als je het wil meedoen natuurlijk. En laat je Origin ID achter en dan ga ik kijken welk huis het wordt. En als de baby is geboren, dan gaan we verhuizen. Of ja, misschien niet gelijk als hij is geboren, maar in ieder geval als de baby het is, ga ik verhuizen. En dan weten jullie welk huis ik heb gekozen. En ik wil trouwens even zeggen, jullie kennen misschien Jennifer Mason wel. Die speelt ook mee in een Sims verhaal. En die heeft nu ook een familie, een man en een kind. Dat is dit. Dit is Jennifer. Dit is Jennifer. En dit is Don. En dit is Lily. Ja, zij heet ook Lily. Lily Mason. En dit is een familie. Dus die kan je nu ook downloaden uit mijn galerie. Mijn Origin ID is Bokado, staat hier zo. Dus dit zijn trouwens al mijn poppetjes die je van mij kan downloaden. Dus als je dat leuk vindt, doe het. Je kan ook de familie Wilson downloaden. Kijk eens aan, heel fabulous. Of je kan alleen Haley downloaden. Dat moet je helemaal zelf weten. Dus ja, dat is leuk, denk ik tenminste. Dus als je een huisje wil maken, doe lekker mee, zou ik zeggen. Lily gaat weer even vrienden maken, want dat moet ze nog steeds doen. Ze heeft nog steeds niet echt veel vrienden volgens mij. Eigenlijk best wel zielig dat ze geen vrienden maakt. Maar ja, jongens, wat zullen we vandaag eens gaan doen? Oh, wauw, het onweert ook echt buiten. Het is echt heel erg. Sorry als jullie het horen, hoor. Maar ik ga echt opnemen. En toen ik kom het opnemen, begon het zo hard te regenen buiten. Ik vind het een beetje jammer. Maar ja, er valt niks aan te doen. Voor het huisje qua stijl. Want er moet natuurlijk ook een stijl in het huisje. Ik vind dit wat ik nu heb heel leuk. Alleen het is wel een beetje heel veel planten. Ik hou niet zo heel veel van planten. Maar ik vond dit op zich wel leuk. Ik hou van modern. En een beetje... Beetje kleur ook wel. Of modern of een beetje rommelig vind ik wel leuk. Ja, dat denk ik. Dus ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Maar modern, dat vind ik het mooiste, denk ik. Oh, wat zijn ze weer cute. Zullen we een feestje gaan geven, jongens? Oh, hij voelt zich gespeeld. Waarom voelt hij zich gespeeld? Hij wil nu ondeugend zijn. Nou, ik ga maar ondeugend doen tegen Haley dan. Lekker kinderachtig. Heel kinderachtig. Wat is dit paarse om die balk heen?
Komt dat misschien door dat beeld wat hier staat of zo? Ik heb geen idee. Oké, jongens, we gaan een sociaal evenement plannen. Even kijken of we daar iets... Oh, hij voelt zich gespeeld door de comedy die hij kijkt. Ah, vandaar. We gaan eventjes kijken wat we kunnen doen met een sociaal evenement. We hadden vorige keer natuurlijk een diner. Misschien kunnen we dan nu een huisfeest doen. Dus gewoon dit. Lijkt me wel leuk. Een organisator. Nou, dat is Bart dan maar. Gasten. Haley. Lily natuurlijk. Mezelf nodig ik uit. Nicky Bosman. Ik weet niet wie het is. Nick Gerritsen. Jennifer Maesint. Jesse Timmermans. Maxime de Jong. Nou, ik vind het zo wel gezellig. Moeten we nog een entertainer? Nah. Nee, ik denk niet echt dat het hoeft. Misschien moeten we wel een mixoloog. Of zullen we dat ook maar niet doen? Dan moeten we wel even een bar kopen. Zal ik het doen? Ik zit te twijfelen. Ja, ik doe het gewoon. Lars, jij wordt de mixoloog. En de cateraar. Wat is een cateraar? Sim is al, als je deze rol toe is Sim geen gast meer. Oké, nee, ja, dat hoeft daar niet per se. Laat dat maar zitten. Entertainer hoeft niet per se. We doen het natuurlijk in mijn huis. Of zullen we het bij iemand anders thuis doen? Kunnen we het ook bijvoorbeeld bij mij... Zullen we het in huizen Beljaars doen? In mijn huis dus, zeg maar, van mij als poppetje. Ja, we doen het gewoon lekker daar. Vind ik wel leuk, is weer ergens anders. Nou jongens, daar zijn we. We staan hier allemaal netjes op een rij. Ik zie dat Haley zich een beetje misselijk voelt. Oh, is zij ook zwanger? Oh nee, oeps, is voor mij gewoon een beetje wat voller dan de rest. Ik dacht dat ze zwanger was. Oh, nou oké. Er staan hier twee mensen in elkaar. Fijn. Volgens mij is dat Bart. Nou, Bart, ga even eruit. Oh, ik dacht dat ze vast zaten in elkaar. Ik dacht al, het zit er meer. Feestkleding. Hupsakee. Nou, ga naar binnen. Zo. Oh, kijk eens aan. De barman staat er al. We zetten even een lekker muziekje op. Aanzetten. Pop. Dit is trouwens mijn huis. Ik weet niet of ik jullie... Had ik het jullie al laten zien, dit huis? Volgens mij wel, hè? Ja. Ja, ik denk het wel. Lily, jij gaat even... ook je feestkleding aandoen. Want dat is wel zo netjes. Iedereen zijn feestkleding aan heeft. Grappen vertellen. Oké, we moeten dus een grap vertellen. Kan dat ook met Lily? Of moet dat echt alleen met Bart? Met Bart. Ja, ik zei het wel goed. Ik hoop dat het ook met Lily kan. Oké, ik denk het eerlijk gezegd niet. Nou, Bart, waar ben je? Ik ga even met hem een grap maken. Of met... Oh, de wc is heel vies. Ew. Maak maar even een grapje aan... Haley dan? Grap maken over vroeger. Hupsakee. Doe dat maar eens even. Er zijn nog meer doelen. Het voornaamste doel is het gezellig laten doen met gasten. Voedsel eten is een doel. Sims tegelijkertijd spellen laten spelen. En Sims laten zoenen. Oh, oké. Okay. Nou, waarom gaan we dan niet gewoon zelf zoenen? Weet je, dat kan toch ook lekker. Dan is ook volgens mij een doel voltooid. Ja, kijk eens aan. Even kijken. Ja, hoe kunnen we andere mensen laten zoenen dan? Dat kan toch niet? Hoe gaan we dat doen? Ik voel mij... Ja. Kunnen we dat vragen misschien of zo? Van vriendelijk vragen om te zoenen. Vroeger, of in de Sims 3 kon dat wel altijd. Maar volgens mij kan dat hier helemaal niet. Nee, nou, dat is een beetje jammer. In ieder geval, Bart, ga jij ook eventjes lekker wat eten? Want dat is ook een doel, om voedsel te eten. Hupsakee, we gaan... wat is dit? Gebakken tilapia. Nou, we gaan dat even eten dan maar. Stop even met dat geklets van je. En dan ga je even een beetje tilapia eten. Dat is een vis, kwam ik achter. Vissoort of zo. Oh, we voelen ons weer speels. Wat is Haley aan het doen? Sims tegelijkertijd spellen laten spelen. Ja, dat moeten we ook nog doen. Kan dat hier? Nee, dat kan hier niet. Hoe gaan we dan tegelijkertijd een spel laten spelen? Daar hebben we toch iets van een PlayStation of zo nodig. Oh, Bo zit al, of ik zit hier al te gamen. Oh, en als Haley dan eventjes hier gaat gamen... Zijn we tegelijkertijd een spel aan het spelen? Hé, heb ik daar even goed over nagedacht? Oh, we hebben het doel voedsel eten bereikt. Nou, dat is mooi, denk ik. Bij Haley gaat al... Oh, nu is Bo gestopt met spelen. Ja hoor, obvious. Heel obvious. Gebruiken... nee, je gaat eventjes een spel spelen. Lily, want we moeten een doel voltooien en jij gaat ons daarmee helpen. Jij gaat lekker gedwongen een spel spelen. Oh, iemand die pakt zomaar de computer voor mijn neus vandaan. Nou, dan gaan we deze...
hier op deze computer spelen. Oh, die wordt ook voor de ja hoor, alle computers. Nou, oké, dan niet. Dan gaan we wel gewoon naar de wc. Nou ben ik er even klaar mee. Oh, Bo, die komt gezellig even met mij kletsen. Oh, we moeten ook taart eten, maar we hebben helemaal geen taart gemaakt. En waarom ga jij op de loopband staan? Hallo. We zijn op een feestje, we doen niet op de loopband staan. Nou, dan gaan wij een taart maken. Toch? Dat kan toch? Of kunnen we dat... Ja, chocoladetaart. Gaan wij lekker een chocoladetaart bakken. Ik weet niet of Bo het goed vindt dat we dat doen, maar we doen het gewoon. Oh, er gaat weer iemand voor de koelkast staan. Gewoon het zeggen. Wij gaan lekker taart maken, jongens. Lily, jij gaat handen wassen. Oké. Okay. En dan hebben we Saar. Daar gaan we eventjes mee praten. Vind ik wel even leuk om met haar te praten. Zij is nog een tiener, dus dat kunnen we wel even een vriend of zo misschien mee worden. Oh, Bart heeft kookniveau 2 bereikt. Nice. Goed zo, Bart. Dat doe je goed. Even kijken hoor. Oh, ik weet niet waar alles helemaal heen gaat. Oh, weet je, we kunnen ook eventjes oefenen op de piano. Oh, wat toevallig. Ze voelt zich geïnspireerd en toen gingen we oefenen op de piano. Oh, dat vind ik wel leuk. Is de taart al af? Oh, de taart zit in de oven. Oké, nou, dan is die bijna af. Oh jee, waarom voelt zij zich zeer beschaamd? Omdat ze in bad zit of omdat ze stinkt? Waarom voelt ze zich beschaamd? Je hoeft toch niet te beschaamd te voelen, Haley? Of misschien kwam er iemand binnen. Huisfeest mislukt? Waarom? We hadden toch wel een paar doelen voltooid? Nou, wat stom. Waarom is het huisfeest nou weer mislukt? En we willen iemand opbellen of zo. Kletsen met, weet ik veel, gaan met Jennifer Mason of zo kletsen. We voelen ons blijkbaar heel beschaamd en het feest is mislukt. Nou, ik vind het een beetje jammer. We hebben een mislukt feest, blijkbaar. Voor iedereen verstoppen. Nou, Bo of Haley, zo erg is het toch niet? Onzekerheden bespreken. Ga dat maar eventjes doen dan met Bo. Zij kan jou vast wel daarbij helpen. Om geruststelling vragen. Wat ben jij aan het doen? Iets nieuws kleden. Kleden, ja hoor Bo. Kneden bedoel ik. Waar is de taart? Oh, de taart is hier. Aan tafel roepen. Roep iedereen aan tafel. We gaan dan lekker met z'n allen een stukje taart eten. Voelen we ons al beter? We gaan ons even onszelf bespotten. Ik weet niet waarom. Oké, en nu gaan we taart eten. Oh, nu voelen we ons weer flirterig. Nou, oké, dat is een stuk beter dan, beschaamd in ieder geval. Lily zit lekker op de wc. Op de wc. Ja, slotelijk voor mij. Op de wc. Nee, op de piano bedoelde ik dus. Oh my god, waarom zei ik nou weer de wc? En ze heeft bijna niveau 2 van de wc... Ja hoor, Bo, ze heeft niveau 2 van de wc. Oh, ze heeft niveau 4. Ze heeft niveau 4 van de piano, niet van de wc. En we zitten hier gezellig met z'n allen lekker te kletsen. Heel leuk. Nou, ik vind het wel het gezellige boel zo eigenlijk. Wat een gezellige boel, joh. We worden dadelijk nog vrienden met z'n allen. Oké, maar we moeten denk ik wel zo naar huis. En ik weet ook niet wanneer Haley gaat bevallen eigenlijk. Dus dat is ook wel een dingetje. Zoenen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. We kunnen Bart natuurlijk ook nog gaan zoenen, hè? YOLO. Oh ja, hij moet even naar de wc. Nou, hoe gaat het dan even doen, Bart? Oh, er zit iemand op de wc. Een beetje awkward. Oh joh, zo. Right in the face. Wat? Ik weet niet wat ik zeg. Wat is ze nou weer aan het doen? Wil ze weer zoenen? Weer voor zoenkind. Wat? Ga gewoon even lekker naar de wc, Haley. Waarom voelt ze zich zo flirterig? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, jongens? Gepassioneerd zoenen. Nou, dan gaan we dat maar doen. Ik weet het anders ook niet meer, hoor. Ik weet het ook niet meer. Oh, we gaan het nu doen, blijkbaar. Woo! Damn, girl. You ain't not be kidding me. Oké, vraag om baby te voelen. Dat heeft Bart nog helemaal niet gedaan. Doe dat maar eens even. En daarna geven we hem nog even een kusje. Dat vind ik ook cute. Oké, zoen. Hebben we eigenlijk al die doelen? Oh ja, we moeten nog één keer een afspraakje hebben met Bart. En dan hebben we het doel bereikt van, hoe heet het nou? Serieromanticus. Ik weet niet of er dan nieuwe doelen komen, maar dan hebben we dat in ieder geval bereikt. Dus dat is wel leuk. En Lily mag stoppen met de piano. En we gaan ook niet meer de taart eten, want we gaan naar huis. Want het is 9 uur en ik vind het een mooie tijd geweest. Dus jij gaat ook stoppen met kletsen. Iedereen gaat lekker naar huis. Ik vind het allemaal wel weer mooi geweest.
Het was een mislukt feest, helaas. Maar ja, zo, dat kan nou eenmaal gebeuren. Het feest mislukt wel eens. Dus we gaan nu even gezellig met z'n allen naar huis. Nou jongens, we zijn weer thuis. Bart die staat even onder de koude douche, want die wou nog even douchen. En het is nu ook alweer tijd om te slapen. En Lily die lacht de hele tijd in de slaap. Dat is heel eng. Doen jullie dat ook? Lachen in je slaap? Ik niet in ieder geval. Hoop ik. Best wel raar eigenlijk. Maar ja. Oh, daar gaat ze weer. Zag je het? Ze ging weer lachen. Maar soms maakt ze ook een geluidje erbij. Maar ja, jongens. We liggen weer in bed. En dat betekent natuurlijk weer dat dit het einde van de aflevering was. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!